Hallo, we leven in onwerkelijke tijden. Het coronavirus verandert ons dagelijks leven totaal. Ineens zitten we allemaal thuis en dat gaat misschien nog weken duren. Dat leidt tot allerlei verrassende en creatieve initiatieven op het gebied van onderwijs op afstand. Een van die initiatieven zijn deze quarantainecolleges. Een idee van Mark van Oostendorp, een collega van mij die net als ik aan de Radboud Universiteit werkt. Een van de belangrijke thema's in mijn werk gaat over de verhouding tussen experts en leken. Die verhouding is op dit moment superbelangrijk, omdat we in deze krankzinnige tijd heel erg goed moeten kunnen luisteren naar experts. Dat is wat onze regering doet. Maar luisteren naar experts is iets anders dan ze blind gehoorzamen. Je moet natuurlijk ook kunnen verstaan wat ze zeggen. Je moet het kunnen begrijpen. Je moet kunnen snappen wat dat voor jou te betekenen heeft. Er zijn veel verschillende experts die veel verschillende kanten belichten van de complexe problematiek waar wij nu mee te maken hebben. En het fascinerende is dat er niet één alles overkoepelende expertise is, één perspectief, één type deskundige waarin alles bij elkaar genomen kan worden. De meervoudigheid van al die experts is nu eenmaal een onontkoombaar gegeven. Dat vraagt wat mij betreft om iets anders dan om wetenschappelijkheid. Dat vraagt om een kritisch, doortastend en zelfstandig nadenken. Dat vraagt om gezond verstand, zoals ik het meestal noem. En het vraagt ook om het voeden en ontwikkelen van dat gezonde verstand. Dat doe je, althans, dat kun je doen, en dat is waar ik mijn werk aan besteed, dat kun je doen met filosofie. Want filosofie is iets anders dan wetenschap. Filosofie is een kwestie van vragen stellen over de woorden die we vanzelfsprekend gebruiken, woorden waarvan we denken dat hun betekenis evident is. In deze 5 korte colleges stel ik zulke vragen over een aantal woorden die onmisbaar zijn voor wetenschappers. Wetenschappers moeten die woorden wel gebruiken om hun werk te kunnen doen. Maar hebben ze altijd helder genoeg in de gaten wat die woorden te betekenen hebben en wat dat betekent voor hun woordgebruik? Dat is belangrijk, juist op dit moment, nu wij allemaal zo heel goed moeten kunnen luisteren naar wetenschappers. Het gaat in deze korte colleges om de volgende woorden: beweringen, vragen en antwoorden, hypotheses, experimenten en bewijsmateriaal. Je ziet, dat zijn hele alledaagse woorden. Iedereen kan deze colleges daarom volgen. En hopelijk dragen ze een beetje bij aan de kracht van ons gezonde verstand. Veel plezier. Een eerste thema dook laatst vanzelf op, omdat ik met veel studenten te maken heb die geen filosofie studeren. En wat ik merk is dat ze eigenlijk niet meer een betogend opstel kunnen schrijven. Ze weten niet hoe ze in een tekst moeten laten zien dat ze iets kunnen betogen. Terwijl ze dat allemaal op de middelbare school leren. Dat weet ik van mijn kinderen, dat je dat daar leert. En toen dacht ik ineens, hoe kan dit toch? En op een gegeven moment dacht ik, vermoedelijk is dit het geval. Ze verleren een betogend opstel te schrijven aan de universiteit. Want aan de universiteit leren studenten wetenschappelijk schrijven. En als je wetenschappelijk schrijft, gebruik je nooit meer de frase ik vind. En op het eerste gezicht lijkt dat ook terecht. Want als je bijvoorbeeld de doorsnee van de zon probeert te bepalen, of het kookpunt van alcohol, of de invloed van stress op depressie, dan doet het er natuurlijk niet toe wat jij vindt. Snap, als jij een reageerbuisje hebt en er zit alcohol in, dat gaat verdampen, of wat het ook doet bij 78 graden. En dan is dat iets wat jij vindt, in die zin van jij ontdekt dat. Maar je gaat natuurlijk niet zeggen, ik vind dit over die alcohol, want als jij wetenschap doet, dan doet als het ware jij zelf er helemaal niet toe. Jij als onderzoeker probeert onzichtbaar te worden. Jij bent alleen maar een doorgeefluik. Je gebruikt instrumenten die, als het goed is, transparant zijn, waarin jouw rol als het ware geminimaliseerd is. Dat doe je zelfs ook in de discussiesectie. Daar laat je zien wat de beperkingen zijn van dit onderzoek. Want je gaat natuurlijk niet praten over jouw beperkingen, hoewel die er natuurlijk evident zijn. En in de methodesectie leg je uit hoe het onderzoek is opgezet. Niet hoe jij het hebt opgezet. Dat is geïmpliceerd, maar dat lijkt er niet toe te doen. Want jij kan in ieder onderzoek, dat een wetenschappelijk onderzoek is, net zo goed vervangen worden door wie dan ook. Dus als je een wetenschappelijke bevinding hebt bereikt,
dan ga je geen betogend opstel schrijven. Dat hoeft ook helemaal niet. Je gaat gewoon zeggen wat je gevonden hebt. En je schrijft, zo is het. En zo is het. Als ik nu studenten krijg die een bachelor in een wetenschap hebben gehad en dan filosofie gaan doen, moet ik ze eerst proberen uit te leggen dat nu ze filosofie gaan doen, ze vooral weer moeten beginnen met ik vind te schrijven. Dat heeft twee voordelen. Als je schrijft ik vind, is onmiddellijk duidelijk wie verantwoordelijk is voor de geponeerde stelling, namelijk jij. En als je ik vind schrijft, wordt ook duidelijk dat er iets uitgelegd moet worden. Want hoezo vind jij dat? En dat is precies waar het in filosofie om gaat. Onderbouwen, uitleggen waarom je dit van dat vindt. En als je begint met ik vind te schrijven, wordt ook snel zichtbaar wat nu de methoden zijn die filosofen kunnen gebruiken. Namelijk conceptuele verhelderingen aanleggen, argumenten opbouwen, duidelijk maken waarom je iets van iets vindt. Dus als filosoof schrijf je, ik vind A van B. En dat is precies de vorm waarin begrip, waar het toch in de filosofie om gaat, gestalte krijgt. De vorm die begrip aanneemt. Begrip is eigenlijk een driehoeksrelatie tussen een ik, laat maar zeggen een intellect, iemand, een subject dat kan nadenken, en dat A van B vindt. En die driehoeksrelatie maakt duidelijk dat er drie andere relaties zijn, die ik zo ga uitleggen, die onmiddellijk meekomen in te proberen uit te leggen wat jij ergens van begrijpt. Want wat gebeurt er als je schrijft, ik vind A van B? Je drukt dat uit, je schrijft het op. Dus er is een geanticipeerde toeschouwer, er is een lezer, een toehoorder, die dat moet begrijpen wat jij begrijpt. En dan krijg je een beweging tussen twee intellecten als het ware op gang. En dat andere intellect, jij, die nu probeert te begrijpen wat ik zeg, als ik zeg dat ik A van B vind, kan alleen maar gaan snappen wat ik begrijp, als jij deelt in die twee andere relaties die wij allebei moeten hebben om het over begrip te gaan hebben. Die twee andere relaties zijn de relaties met A, met de taal, met onze taal die wij delen, waarin ik A kan zeggen en dat jij dan snapt wat ik met A bedoel, of het niet snapt en dan vragen kunt stellen. En we moeten natuurlijk niet alleen maar die taal met elkaar delen, en niet alleen maar met z'n tweeën zijn, maar we moeten ook de wereld met elkaar delen. Dat is die B. Dus dat waar ik mijn aandacht op vestig, is iets waarvan ik wil dat jij je aandacht er ook op vestigt. En ik denk dat jij dat kan doen door te snappen wat ik bedoel met A. Ik vind A van B. Als je snapt dat wij met elkaar en met A en B, zomaar zeggen, in interactie zijn, snap je wat het derde element is wat zo prettig bij filosofie hoort en wat je er direct bij krijgt als je begint met ik vind. Namelijk dat er een dynamiek ontstaat, dat er een dialectiek bestaat, dat jij gaat proberen te begrijpen wat ik bedoel en ik ga proberen uit te leggen wat ik bedoel en dat dat een vraag- en antwoordspel wordt, waarbij, verrassend genoeg, en alle filosofen weten dat, antwoord eigenlijk alleen maar betekent wedervraag. Filosofen houden het denken graag op gang. Die willen niet zo snel eindigen bij het is zo, want als ze zien het is zo, beginnen ze toch direct vragen te stellen weer. Wat je dan bedoelt met het en met zo. Dat is wat je doet als je filosofeert. Dat je samen probeert de taal verder op te klaren, de taal die wij met elkaar delen. Ik zeg A en jij vraagt wat bedoel je met A. En wat je er ook bij krijgt, is dat wij onze focus op dat in de wereld wat onze aandacht vraagt of wat onze aandacht nodig heeft of waar wij graag aandacht op vestigen, dus zeg maar die B in abstracto, dat ik probeer jouw aandacht daarop te vestigen, dat we als het ware moeten opklaren hoe die wereld verder in elkaar zit, zodat wij met z'n tweeën het over B kunnen hebben. Het mooiste natuurlijk, en dat is wat je in het filosoferen langzaam op gang brengt, is dat je taal, dat je die diep genoeg met elkaar gaat delen om die wereld waarin wij samen een focus en een richting hebben goed genoeg met elkaar te delen. En als begrip tot stand komt, dan is dat eigenlijk een soort gedeeld begrip, een soort van synchroniseren van onze aandacht dankzij onze taal. Nou, dat krijg je allemaal op gang als je filosofie gaat doen in de vorm van als je gaat zeggen, ik vind A van B. En waarom is dat zo?
Omdat als je dit poneert, er één vraag opkomt die ook altijd opkomt in de wetenschap. Namelijk de vraag, hoezo? Maar in de wetenschap gebeurt er iets anders in die vraag, hoezo? In de filosofie betekent die vraag, hoezo, altijd, wat bedoel je? En dan moet je gaan uitleggen wat A precies voor jou te betekenen heeft en waarom A helpt met het juist focus krijgen of vestigen op B. Dus de juiste manier van aandacht op die wereld. Dat krijg je allemaal niet als je wetenschap doet. Kijk, als je wetenschap doet, dan schrijf je het is zo. En daar gebeurt iets heel anders. Wat je ziet staan is ook dat ik vind is verdwenen. Dus nu is er het is zo. En waarom kom jij dat vertellen? Als het toch zo is, dan kun jij net zo goed kijken, of ik net zo goed gaan kijken, en dan zien we ook, het is zo. Dus als de wereld, wat het idee lijkt te zijn van wetenschap, als het ware gewoon zichzelf vertelt, en geen spreekbuizen nodig heeft in de vorm van mensen die daar iets van vinden, dan is nog maar de vraag waarom we aan wetenschap gaan doen. En je gaat natuurlijk aan wetenschap doen, omdat je denkt, nou ja, kijk, zij vinden dat het ongeveer zo is, maar ik ben een wetenschapper en ik weet... Het is zo. Dus wat gebeurt er nu feitelijk als je schrijft het is zo? Je geeft een boodschap waarin je suggereert dat dit vanzelfsprekend zo is, dat dat het geval is. En dat je zelf onzichtbaar bent achter die boodschap. Want jij doet er niet toe. Ieder ander had in plaats van mij dit kunnen zeggen. Want als het namelijk het zo is, dan doet er niet toe wie dat onderzocht heeft of zichtbaar gemaakt heeft. Want dat maakt precies dat het niet het is zo is. Maar ik vind, dus in de wetenschap probeer je te zeggen hoe het is. En je probeert zelf onzichtbaar te worden. Het doet er niet toe dat ik het vind. Als je zelf dan door wetenschappelijk te schrijven het is zo onzichtbaar hebt gemaakt. Wat je dan eigenlijk doet, is dat je A laat zien, het is zo. Daarmee bedoel je B, want dat is hoe de wereld is. En je gaat niet meer uitleggen. Hoe je van A naar B komt. En dat is jammer, want er zijn natuurlijk altijd heel veel vragen. Wat bedoel je als je A laat zien en B bedoelt? Dat is nou precies waarom filosofen zo graag zeggen, ik vind dit van dat. Want als je zo begint, krijg je die vraag die filosofen de leukste vraag vinden om mee verder te werken, om het begrip van elkaar en van de wereld groter mee te maken. En dat is de vraag, wat bedoel je?